Ga dus even. Ja, ik ga maar kijken nemen. Eens van allemaal. Winkel of één meteen? Eén cliffhanger buiten. Nou, bevind je hierin. Ik loop even naar AB voor een lichte motor. Ik moet deze pakken, ja. Deze. Dat is goed. Eens even kijken. We gaan naar binnen, jongens. Even kijken wat je hier kunnen meemaken. Het gaat al om een hakbijl. Dat is altijd interessant, hè. Hakbijltje. Hallo. Goedenavond. Samen. Goedenavond. Zo, gezellig hier, heren. Is het enige. Steeds keer, wat was hier aan de hand? Mijn hond, die heeft zo'n poot toch? Weet dat is gebroken. Weet dat. Dat is een speciale hond van mij. Dat is zo'n. Dat is zo'n loske bund, meneer. Weet dat? Dat is een redelijk zeldzame hond, ja. Die heeft zeg maar een poot gebroken. Alleen die operatie is verrekkens duur. Oei. Dat kan ik zeg maar niet zomaar 1, 2, 3 zelf betalen. Dan denk ik, overval ik even deze winkel, heb ik vast wel genoeg. En is u nu opdoende geld om dat te kunnen betalen, die operatie? Dat weet ik nog niet. Ik zou zo eens eventjes de kassa leegroven. Nou, lijkt me ook een goed idee. En meneer, heeft twee mensen hun vrijheid ontnomen, zie ik. Zeker, ze zijn helemaal niet meer vrij. Allemaal geen rechten meer. Nee, ik merk het, En wat wil je daar in ruil voor? Ja, dan wil ik graag een vrije doorgang en één zo'n manneke mee naar buiten. Nee, prima. Dan ga ik even mijn collega's overleggen of we het gaan toelaten voor jullie twee hier. Ik zie dat jullie aan voet op een cliffhanger op zo'n off-road motor. Jazeker, dat klopt. Nee, prima. Dan ga ik even mijn collega even kijken wat we gaan doen. Collega's, ben net buiten van naar gesprek. Monten en cliffhanger voor de deur. Ze hebben een Fire X als wapen. Er zijn twee mensen gegijzeld en twee gijzelaars. Ze willen namelijk geld, omdat meneer blijkbaar een hond en heeft een gebogen poot. Een heel zeldzaam ras. En hij moet een speciale operatie krijgen en hij heeft geen geld om die te betalen. Dus voor deze winkel of hij moet namelijk de operatie voor zijn hond gaan betalen. Laat u ook maar doodgaan. Oh, ik zal het hun zeker net zo meteen vermelden. Dat jij dat wilt. Ze hebben twee eisen. Dat is vrije doorgang. Ik heb niet gevraagd dan waar. Ze moeten even vragen welke kant op. En ze willen één persoon mee naar buiten nemen om veilig naar buiten te kunnen gaan. Is dat goed voor jullie? Yes. Top jongens. Dag hier, ben ik weer. Hey agent. Ja? Een lelijke schoen. Hey, dus even normaal. Hey. Ja, heb jij betaald meneer met die belastinggeld, dus We gaan akkoord trouwens, over de vrije doorgang. Welke kant wil je namelijk weggaan? Die of die kant? Waar mijn motor naartoe kijkt. Oké, die doet naar rechts, dus richting politiekantoor. Correct. Super. Maar ik wil wel één persoon meenemen naar buiten. Dan mag je één persoon bijhouden. Wie is het lastig? Neem die... Eén iemand mee naar buiten. Super, dan mogen we een groen licht geven wanneer of moeten we even wachten? Je mag voor mijn groen licht geven, als jij er wil. Je moet op de motor zitten, dan doen we dat. Rij, meneer, rij. Let's go. Ja, hij trapt hier eraf, hè. Montel rijdt hij richting... nu snel mogelijk op richting ziekenhuis. Wow, yo, GG, oprecht. Dat was echt GG, man, oprecht. Dat was echt nice. Gaat hij nu richting rode garage, snel weg. Keer terug. Gaat richting filmstudio's garage. We zijn nu bij oud ziekenhuis. Gaan we richting gemeentehuis. Gaan we nu ook verplaatsen. Gaan we nu ook aan het gemeentehuis. Rijden richting de car dealer. Rijden richting filmstudio's. Oh. Ja, maar dat is vuil, man. Gaan we snelweg op? Negatief, negatief. Terugkeren. Ja, ze rennen nu... Ah, nu snelweg op, snelweg op. Pak, ren nu richting oud politiekantoor. Ren nu richting achterkant rode garage. Nu achterkant rode garage, rijden we richting Blokkenpark. Gaan we nu onder oud uitval. Gaan we nu richting Blokkenpark garage. We zijn nu op Blokkenpark garage. Dan gaan ze de riolen... Oh nee, negatief. Ze gaan... Ja, naar Maze Bank. En nu allemaal trappen op. Wat de hond. Yo, voorbijsteken. Yo. Waar ben je? Ja, we rijden nu bij FBA-gebouw. Ja, I don't know, man. En nu Tony Gain appartement. We rijden nu oud ziekenhuistunneltje. We rijden we tunnel door. Zo, dat was even raar. Nooit daar geweest met de achtervolging. We rijden nu in Blokkenpark. We rijden nu de brug op richting oud auto's. Wat gaan ze hier doen? Ze hebben wel verrassing, hoor. Gaat hij links of rechts? Denk rechtdoor. Nee. Gaat het middelpark in. Gaat in de wijk rijden. Denk die eerst tegen of zo die garage pakken. Misschien even terugkeren. Dan hebben we nu richting naar links, richting basic. Ah, nee. We zitten hier. Damcasino. Het dief gaat de riolering in. Riool? Ja, die grote riolen. Keer terug. Wat is dit? Ja, gaat de riool in. Riool zelf? Het echte riool zelf. Ja. We hebben nu onder trailer. Ja, oud ziekenhuis eigenlijk. Even echt heel triool uitrijden. We gaan nu richting Blokkenpark. We gaan het Blokkenpark doen. Wat even weet. 10 meter tunnel gaat die uitkomen, denk ik. Wat even weet dan? Dan ben je klaar. Oh. Ja, positief. We zijn nu meter tunnel ingereden. Ik heb wel dan. Negatief gaat volgens mij richting Rofos Plaza. Dus de Lombank, et cetera. Lombank, Leibeveder.
Maar ik heb een nieuwe mod eigenlijk. Kut! Ah, dit meen je niet. En nu naar boven bij Rover Plaza, bij AMB. Stinkmotor, wat doet deze motor? Kijk dan, wat een stinkende hondenmotor. Ik ben uit zicht. Hij is naar boven aan het rijden bij Rover Plaza. Maar gaat dat ding naar boven? Ja, nog altijd in zicht, Montel AMB tunnel. Dus dat konijn hier. Ja, nu AMB tunnel, richting de AMB. Wajo de G? Poffe dijkenmaat. Goeie avond. Ah, remmen. Je terug in een taxi AB. Gaan we nu richting achterkant rode garage. GG's naar hun escape route hoor. We zijn nu voorkant UWV richting Vuilnisman Job. Rijden voorbij Benny's Kunshop. De wel porto contact, dus ik vermoed dat er iets gaat klaarstaan. Gaan we rechts af richting Meesbunk Arena, Grove Street. En Grove Street in. En ja. Kom maar jongen. Nu in Grove Street aan het rijden. Nu achterkant Grove Street. Voor mij gaan ze hier een weggetje pakken. Ze kennen het wel hoor. Wat de hond is dit? Wat de baviaan is dit, man? Ja, hij zit ergens in de achterwijk. Wat is dit dan? Zit hij ergens in de achtertuin te rijden? Had er iemand bot achter? Oké, nu zitten we richting Cuisinepand aan het rijden. Goedemiddag, man! We pakken hier de achtertuin, dat is niet gezond. Ze kennen hun wegjes, hoor. We rijden nu door richting Olievelden. Gaan we naar die Merelpark. Hij is een truc compleet, echt dikke nice. Ja, misschien even doorrijden, want ze rennen wel een pak trager dan net. Eentje stapt over. Wat is hier? Wat zie je? Ja, I don't know. Ik weet niet wie het op zak heeft. Eentje moet anders even teruggaan. Ja, shit. Ah, dat is echt niet nice. Oké, we gaan deze oppakken. Ik weet niet, volgens mij heeft deze het wapen, want ik zie die tas op zijn rug. Ja, hij heeft dus een wapen wat zich op de foto. En die andere is sowieso het geld op zich. Dat is gewoon een feit. Ze hebben sowieso gesplitst, kan niet anders. Ik denk dat ze zo hebben gedaan. Ja, we gaan nog blijven volgen. Maar ik heb wel geen lampje. Ik hoop dat hij ook een lampje heeft. Ik denk het wel. Hij rijdt ook redelijk traag. Dan moeten we echt, als hij afstapt, moeten we ook echt afstappen en dan echt beter geveien. En als hij negeert, gewoon binnen schieten of bellen. Ja. Maar joh, dikke drift. Gewoon eraf deze. Ja, als hij stil zat wel, dan mag het wel aftaseren. Maar als hij rijdt, mag het niet. Shit. Nou, waar komt dit dan? Ja, is het nu daar gaat rijden? Rijdt nu onderkant. Onder de snelweg. Oh, joh. Man kent het wel, hè? Locatie. We rijden nu op treinspoor. Oh, ik weet het al. En nu Riool in. Riool weer in. Riool in Belgisch Gijzen nu. Bij pitstop. Riool. Richting haven. Kom aan, dat moet echt kunnen pakken, man. Misschien een boot of zo. I don't know. Nee, dat niet. Ja, maar dit kunnen we niet. Oh, nee. Oké, het kunnen we toch wel. En nu terug treinspoor gaat weer Riool in. Richting Blokkenpark. Fuck. Oh ja, come on. Nu had de Riool bij Tune Shop. Tune Shop zijn we nu. Nu terug naar boven. Bij Tune Shop. Op treinspoor terug. Maar yo. We zijn nu achter Tune Shop bij Otto's. Op een treinspoor aan het rijden, richting Mirrorpark. Kom aan, maat. Nu moet het echt lukken, toch? We als maar het treinspoor doorrijden richting Diamond Casino. En terug Riool in bij Diamond Casino. Hier terug. En hier nu terug. Ja, hier zijn we wel, hè. Eenmaal terug, rij nu brug onder Mirrorpark. Ga terug richting achterkant Shoon Shop. Oh, maar joh. Hier weer terug. Gaat het Riool... Nee, gaat... Kom maar uit bij... Wie zit daar? Winkeltje. Ik weet niet goed waar we zitten. En nu richting Tune Shop nu. Hoofdkant Tune Shop. En nu het in Mirrorpark. En een beter winkeltje. Kom maar, dat moeten we kunnen pakken, man. Kom aan. Gaat Mirrorpark in. Ben jij een beetje naar voren dat je direct kunt afstappen als iets klaar staat. Staat nu het cliffhanger klaar. Cliffhanger klaar. Afstappen. Staan blijven. Ja. We pakken. Wat de honden zit nu weer dan? Berg, ja. Aan de berg in. Zit je erachter? Ja, half. Je nu dam, collega. Oh, helemaal dam op. Links of rechts? Rechts van de dam. Ik dacht daar, moment. Iets verder rijden. Kom terug. Oh, ben ik verkeerd? Ja. Het water ingereden. Op je knieën. Oh. Oh, let's go, we hebben hem. Ja, niet te gaan zwemmen. Nee, ga slapen op je gericht. Of jij staan, ik aan de overkant. Heb je nu zwemmen of niet? Wij gaan in de bunker. Oké, ik ga het in de bunker. Je moet opletten waar die is, hè. Niet kwijt te raken. Ja, ik zie zwemmen. Hij gaat nu nog altijd blijft binnen zwemmen. Hij blijft daar zwemmen, man. Dan gaat hij daar liggen campen.
Nee, het was een handel omhoog, maar dat kan niet verder gaan. Yo, kerel, afstappen. Wapen gericht, hey. Stap af. Ja, afstappen. Is dat hier bij mij? Op je knieën, Ja, goede tactiek, maar voor goed in zitten. Yes, omdraaien. Riem mijn motor stelen, maat. Oké, meneer, ik ga even handboeien. Eén dag bewegingen maken. Nee, ik wil niet handboeien. Ja, toch wel, meneer. Ik heb blessure aan mijn post. Ik zou beloofd. Heeft u pijn? Ik heb nogal pijn. Even pijn, oké. Okay. Maar meneer heeft pijn, geen ambulance oproepen. Oké, okay, meneer, even niet handboeien, meneer heeft last van zijn pols. Ik heb wel moeten fouilleren, meneer. Dat mag je doen, maar yes. Mijn rechterpols doet een beetje pijn. Nee, we gaan niet fouilleren, we gaan niet handboeien, ambulance komt eraan. Oké, okay, ik heb wel fouilleren, meneer. Als u het omdraait, even in de tas kijken. Ik doe dat maar. Super, oké. Okay, heeft u zwijm waar me pijn aan kan doen? Nee, zit niks aan. Nee, eens even kijken. Godverdijken, hij heeft slaap ook afgegeven. Oké, okay, prima, meneer. Je bent momenteel wel aangehouden voor het draaien van categorie 1 wapen. Een gijzelmeter burgers, een winkeloverval en een voetbalpolitie. Is dat begrepen? Is dat heel duur dan? Want ik heb niet zoveel geld. Ja, dat is wel pittig. Meneer heeft ook recht op advocaat, recht op eten en drinken, recht om te zwijgen, recht op een tolk en recht... Help eens collega, recht op een... op meeste zorg, dat was het, ja. Op meeste zorg. Beste broeder, meneer heeft last van zijn pols. Heeft hij blijkbaar wat een beetje verstuikt, bezeerd. Wacht, ik ga er even een verbandje mee wikkelen. Ah, super. Meneer, de ambulancier, kunnen we daarna wel meneer de boeien slagen? Of gaat dat moeilijk gaan, denkt u? Verband ermee gedaan, dus de boeien kunnen er wel omheen. Meneer, ik ga voor u aanboeien. Ja, hij gaat niks aan de boeien zo. Voelen. Gordel. Zo, meneer. Het is nu lekker veilig. Gaan we nu naar ons politiekantoor. Nou, we hebben helaas wel niet wapen en het geld, maar wel de persoon kunnen vangen. Dus dat vind ik op zich nog wel een geslaagde achtervolging. Zo, meneer, zijn uitstaat even kijken op je hoofd, dat u niet de hoofdstoten draait op het, of aan het dak van de auto. Auw, mijn hoofd! Ja, moest uitkijken, meneer. Meneer, ik heb even alles uitgerekend. Oei. U krijgt in totaliteit, dus maximum, krijgt u een boete in totale. Krijgt u een boete van 33.600 euro. En u krijgt 160 maanden celstraf. Maar die worden herleid naar 120, want dat is de maximumstraf. Maar wat is uw naam, meneer? Ik ben wel benieuwd. Ik ben de 4204 Robin de Donder. Nee. Oh, Rob. Ja, kijk, Robin, ik vind een hele aardige gozer. Moet hij komen, meneer. Kan je dat niet een klein beetje minder maken? Ik kan het fluitje eraf halen, omdat het zo leuk uit de volging was. En dat is 30 maanden minder. Dat zou ik heel aardig vinden. Dat is al, doe al dat. Beter dan 120. Doe dat. Nee, oké, doe dat. Wilt u een transport of wilt u door de wc worden gespoeld? Ga door de wc worden gespoeld. Door de wc worden gespoeld. Nee, doe dat. Nou, meneer, dan ben je voor de wc gaan staan. Ga ik even naar cel sturen. Voor die, daar wil ik altijd wel een keer meemaken. Ja? Wacht. Even omdraaien. Moet wel aftellen naar meneer. Oh. Oké, meneer, daar komt hij. Het gaat klaar voor. Eindelijk gebeuren. Ja. 3, ja, 2, 1. Yo. Laters.